De Graafschap heeft inmiddels 3 wedstrijden op rij niet gewonnen. Thuis tegen Jong Ajax moet daar verandering in komen. Het is gelijk druk voor het doel van keeper Tom de Graaf van Jong Ajax. Met als gevaarlijkste inzet de kopbal van Rio Hille. Hier gaat Negli. Zijn tegenstander op, die is hier redelijk makkelijk voorbij. Warmerdam is dat en dan Benschop. Die het met buitenkant rechts probeert. En ook nog de 16-jarige Jorel Hato wordt lastiggevallen. Krijgt hem niet in het doel. De Graafschap in dezelfde basisopstelling als tegen MVV, waar tegen het 2-2 speelde in de vorige speelronde. En hier is het wel raak voor Charlison Benschop. Prikt hij hem met rechts binnen. De paangever van Negli is daar de verdiende voorsprong voor de Graafschap. Dit seizoen met 5-1 verloor van Jong Ajax. Dat hier vorig seizoen ook wist te winnen op de Vijverberg met 2-1. En hier is het volgende hachelijke moment met weer Benschop daarbij betrokken. Uiteindelijk heeft de Graaf de bal in zijn handen. Overigens wordt het ook voor Jong Ajax wel weer eens tijd om te winnen. De overwinning was bij Dort op 4 november. Het is Linsson. Die is wat geïrriteerd. Deelt een tikje uit aan Schouten. Krijgt dan de rode kaart van scheidsrechter Timmer. Verbazing alom. Natrappen, zegt de scheidsrechter. Maar dat lijkt toch zwaar overdreven. Dan ook Linsson vlak voor rust naar de kant. Poldervaart met de Graafschap met een mannetje meer na rust. Veel wijzigingen bij Jong Ajax. Onder andere Henry van Axel Dongen en Vierek komen in de ploeg. En hier is een overtreding van Vierek. Staat koud een minuut in het veld. Is dan te laat. En deze rode kaart is wat beter te billijken van scheidsrechter Timmer. 20 minuten nog. De Graafschap met 2 man meer. Het ontaart in een kansenregen. Dit is Fortes met de kopbal. Heitinga schuift met magneetjes. 9 magneetjes nog maar, als we de keeper meetellen. Nog altijd 1-0, maar Benschop en dan Korte ook nog. Zo valt de schade, een kwartiertje voor tijd, nog mee voor Jong Ajax. Dit speelt zich allemaal in een tijdsbestek van een paar minuten af. Volgende kans voor Siem de Jong. Die was ook ingevallen. En een halve minuut later is het wel raak. Weer Benschop. Komt daarmee op 5. Althans, dat denkt iedereen, maar de grensrechter heeft buitenspel geconstateerd. Je vraagt je af waar, want op het moment van spelen is het zeker geen buitenspel. En daar komt die bal van een Ajax-ziet af. De treffer gaat niet door. Nog een minuut of 10 te gaan op de Vijverberg. Maar de Graafschap de laatste 2 wedstrijden verloor. Dit is Benschop, mooie kopbal. En dan Korte. Dit lijkt meer op buitenspel. Korte met de actie en Benschop dan alsnog met de goal. En deze telt gek genoeg wel. Zo zijn er wel wat wonderlijke arbitrale beslissingen in Doetinchem vanavond. Is het duel met deze 2-0 voor zover dat die al was natuurlijk gespeeld. Het Jong Ajax kan absoluut niet meer aanvallen met zijn 9e. Dat is alleen nog de vraag hoe grote schade wordt in de slotfase. De Graaf legt hem klaar voor Korte. De omhaal van Korte. En nog een keer Tom de Graaf. Nog een paar goede reddingen heeft verricht. Lijkt hem zo een cadeau te geven, maar tot 2 keer toe pakt hij die bal van Korte. Blessure tijd inmiddels. Nog een keer de voorzet. De kopbal. En toch de 3-0. Van invaller Devin Haan. Zijn 2e van het seizoen. Het is alweer een tijdje geleden dat hij gescoord had. Uiteindelijk de Graafschap met een heleboel doelpogingen en 3 doelpunten langs Jong Ajax. Dat met zijn 9e eindigde.